Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, president Santokki naar Guyana en Belize. Technisch team IMF evalueert samenwerkingsprogramma met Suriname. Suriname gereed voor COMS, Caribbean Financial Action Task Force. Actoren buigen zich over totstandkoming, strategisch actieplan voor cassave. Douane-inspecteur verduidelijkt oorzaak rond stagnatie, medicamenten. En stuurgroep vaccinatieprogramma gaat dichter naar burgerij. President Chandrika Prasad Santokki neemt van 15 tot en met 18 februari samen met een delegatie deel aan de olie- en gasconferentie in buurland Guyana. Van 28 februari tot en met 3 maart is het staatshoofd aanwezig op de reguliere tussentijdse ontmoeting van staatshoofden in Belize. Dit deelde minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking mee tijdens een regeringspersconferentie op vrijdag 11 februari 2022. Ten aanzien van wat eerder is gemeld, de deelname van Suriname aan de olie- en gasconferentie, welke van 15 tot 18 februari plaatsvindt in Georgetown, Guyana. De president van Suriname samen met een delegatie zal participeren. De president zal een toespraak houden over duurzame energieontwikkeling op dinsdag 15 februari, samen met de president van Ghana, de premier van Barbados, de president van Guyana, Irfan Ali, en ook de hoogste baas bij ExxonMobil, de CEO van ExxonMobil. Met al deze personen zal een bilaterale ontmoeting ook plaatsvinden om te praten over de bilaterale samenwerking. Dus met Barbados en met Ghana en met Guyana een update, maar ook een ontmoeting met de CEO van ExxonMobil. Het is een belangrijk moment voor ons. Het is een conferentie over olie en gas en dat is belangrijk voor onze regio. Maar later in het jaar, in juni, zal er ook een olie- en gasconferentie hier plaatsvinden, waar we later wat meer mededelingen over zullen doen. Maar het is een belangrijk moment om niet alleen vanuit een perspectief van zaken doen, maar ook vanuit het perspectief van visie naar de toekomst daaraan mee te doen. Een andere reis die de president eind van de maand zal maken, dat is van 28 februari naar 3 maart. Dat is de reguliere intersessional tussentijdse ontmoeting van CARICOM staatshoofden in Belize. En zoals ik zei, dat is een reguliere meeting. Dat wordt altijd rond februari, maart gehouden. Daar zal Suriname participeren. Er is een gelegenheid daar om ook bilaterale gesprekken te hebben met verschillende Centraal-Amerikaanse landen, omdat er een speciale ontmoeting zal zijn tussen CARICOM-staatshoofden en de staatshoofden van Centraal-Amerika. Inmiddels is bekend dat wij gesprekken zullen hebben, de president in Belize met de president van Panama en een aantal andere presidenten. Het technisch team van het Internationaal Monetair Fonds is afgelopen maandag begonnen aan zijn eerste review van het programma met Suriname. Dit deelde minister Armand Achai-Bersin van Financiën en Planning mede tijdens de regeringspersconferentie van vrijdag 11 februari. De uitkomst van de review wordt dinsdag aanstaande verwacht. Het technisch team van IMF is maandag begonnen aan hun eerste technisch review van het programma. Dat is gebeurd met een openingsgesprek met mij en het technisch team van Suriname. En later op de dag zal het afsluitend gesprek plaatsvinden met hogere functionarissen van IMF. En de verwachting is dat
maandag, dinsdag zij de uitkomst van hun review vastgesteld hebben. En ik heb het hoofd van het technisch team van IMF gevraagd om dat zelf met u door te communiceren, wat hun bevindingen zijn. Dus u mag verwachten dat waarschijnlijk maandag of dinsdag uiterlijk er een Zoom-meeting zal zijn tussen het technisch team, onder leiding van de heer Ding, die u eerder ook al gesproken heeft met u, zodat u rechtstreeks van hun kunt vernemen wat hun bevindingen zijn over de review die zij uitgevoerd hebben. Vervolgens zal hun uitkomst doorgestuurd worden naar de board van IMF. En de verwachting is dat in maart de board daar verder een uitspraak over zal doen. Dat is wat betreft de uitvoering van het programma. Hieraan gekoppeld wil ik u ook het volgende vertellen over de schuldherschikking met de schuldeisers. Wij hebben een voorstel neergelegd aan de vertegenwoordigers van de obligatiehouders, de twee leningen, zoals we die kennen, de Oppenheimer leningen, waarbij wij hen aangegeven hebben wat we van ze vragen. En daar moeten zij nog op reageren, omdat zij nog met hun principalen, de schuldeisers, overleg moeten hebben en waarschijnlijk ook wat rekenwerk te verrichten hebben. Maar het komt erop neer dat wij aan hen een lagere haircut gevraagd hebben dan die 70% die in juni gevraagd was. En dat komt puur omdat de economie verbeterd is en in het raamwerk de parameters die nu gelden ingevoerd zijn en daar dus een lagere haircut is uitgerold. Maar daarnaast hebben we hen aangeboden een value recovery instrument. Vrij vertaald is dat een compensatie voor hun verlies. Maar dat kan alleen gecompenseerd worden als wij meer inkomsten hebben uit olie en gas. Suriname verwelkomt in de laatste week van februari 2022 het team van de Caribbean Financial Action Task Force. De delegatie zal met verschillende instituten gesprekken voeren. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie is tijdens de regeringspersconferentie van vrijdag 11 februari nader ingegaan op het aanstaande bezoek. Ten aanzien van de komst van het team van de Caribbean Financial Action Task Force. We zijn klaar voor ze om ze te ontvangen. Ze hebben een scope note gestuurd, eigenlijk een voorbeschouwing op de domeinen waarop de concentratie zal zijn. En het betreft bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie. Hoe staat het bijvoorbeeld daar met de vervolging van anti-money laundering cases? Het gaat om het onderwerp corruptie. Hoe gaat het Openbaar Ministerie daarmee om? De onderzoeken, de politie, zijn ze goed equipped om de onderzoeken te doen? En ook de relatie, de invulling die de presidentiële commissie anti-money laundering geeft aan de invulling van de wet. Laat me aangeven dat we Er is eigenlijk aanbevolen dat er een anti-corruptie-committee erbij moet zijn. Maar die hebben we nog niet. Die is nog niet ingevuld. Maar daarop komen we wel. De voorbereiding om daar te komen wordt nu gedaan door de presidentiële commissie. Dan ook binnen de scope in nood is de FIU, de Financial Intelligence Unit. Hoe onafhankelijk is hun functioneren met betrekking tot de huidige constructie met het Openbaar Ministerie. Verder zal ook aandacht worden besteed door het team aan de relatie human trafficking
en witwassen. Dit zijn zo de zaken die in voorbereiding op de ontvangst van het team die aan de orde zullen worden gesteld. Op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft op vrijdag 11 februari de tweede bijeenkomst van het Cassave Waardeketen Platform plaatsgevonden. Het doel van deze activiteit is het afronden en goedkeuren van het strategisch actieplan voor cassave. Tijdens de bijeenkomst bogen actoren zich over de vervolgstappen voor de totstandkoming van het actieplan. Om een bijdrage te leveren voor het totstandkomen van of oprichten van een platform ten behoeve van de cassave sector, een cassave value chain platform. En ik moet u zeggen dat dit heel goed past, of precies past, binnen het beleid van het ministerie van LVV. Het is in feite een uitvloeisel van het beleid van het ministerie van LVV. Het is een activiteit van SAMAP, Suriname Agriculture Market Access Project, ondersteund door het ministerie van LVV. Het is zo dat het ministerie zich sterk richt op het ontwikkelen van de agribusiness. U weet, agribusiness heeft in feite te maken met niet alleen maar de verwerkers of de producenten, maar het heeft te maken met de hele schakel van grond tot mond. En in deze tijd is het zo dat wil je efficiënt, effectief concurreren, produceren, dan moet je je productie afstemmen op wat de consument wil. In de afgelopen dagen hebben medicamenten hun weg vanuit de nieuwe haven naar de desbetreffende instanties niet kunnen vinden. Hierdoor is er enige schaarste ontstaan. Douane-inspecteur Lloyd Kun zegt dat achterliggende oorzaken hieraan ten grondslag liggen. Zo is uit onderzoek gebleken. Wat ik u mede kan delen ten aanzien hiervan is het volgende. En we gaan ons niet op het pad begeven wie nou de instantie is geweest dat medicamenten niet in zo'n weg naar het vrije verkeer hebben gevonden. Maar er zijn achterliggende andere oorzaken hieraan. En in dit geval kan ik wel zeggen dat het niet doordat de douane in actie is dat dit geval zich heeft voorgedaan. Uit een onderzoek in dit specifieke geval is gebleken dat het academisch ziekenhuis haar werkarmen geen aangifte hebben gedaan van die goederen die men bedoelde welke moesten worden ingeklaard, die medicamenten. En als ik u zeg dat vandaag pas de documenten zijn opgemaakt, er is geen vergunning van het ministerie van HI, van IZ. En ook geen vergunning van de farmaceutische inspectie. Dus die documenten moeten bijgevoegd worden aan het geheel voordat er aangifte wordt gedaan ter verkrijging van goederen die bedoeld zijn voor het academisch ziekenhuis. Ik heb die documenten hier zo, hardcopie documenten uit het systeem laten halen. En ik heb kunnen waarnemen dat niet alle documenten compleet zijn. En u weet, de douane heeft ook een verantwoordelijkheid naar de bevolking toe en naar de volksgezondheid toe. Wij moeten erop toezien dat er geen andere middelen het vrije verkeer bereiken, anders dan die bedoeld zijn voor de zieke mens. En we hebben een rol in dit. We moeten zoveel mogelijk de volksgezondheid
in stand houden door controlewerkzaamheden uit te voeren op ingevoerde goederen. Trouwens, er bestaat een negatieve lijst. Dat is een uitvoeringsbesluit op die wet goederenverkeer die bij het ministerie van EZ zit. En in die lijst, die negatieve lijst, zijn geneesmiddelen opgenoemd waarbij het vergunningplichtig is. De indruk wordt gewekt alsof het de staking van de actie van de douane zou zijn. Dat heeft ertoe geleid dat zaken niet op bestemde plekken zijn gearriveerd, maar niets is minder waar. En ik heb al aangegeven, we gaan niet kijken wie in deze, welke instantie. We gaan ons niet op dat pad begeven om te kijken wie de instantie is die in gebreken is gebleven. Het Outbreak Management Team zal de komende periode haar persconferenties roleren tussen de persruimte van het kabinet van de president en verschillende buurten. Dit om meer in contact te zijn met de burgers en om individuele gesprekken te voeren. Dit zegt Angela van der Kooijen, lid van de stuurgroep Vaccinatieprogramma. Zij sprak op donderdag 10 februari tijdens de eerste COVID-19 persconferentie voor 2022. Dit is de eerste keer voor dit jaar dat wij weer een persconferentie houden. Vandaag zijn wij in de wijk Sophiaslus, zoals u het al hoorde. En sta ik u dus te woord namens de leden van de stuurgroep van het vaccinatieprogramma. De komende periode zullen wij roleren tussen de persruimte van het kabinet van de president en verschillende buurten. De reden dat wij dit doen, heeft er allemaal mee te maken dat wij meer in contact willen zijn met de burgers en één op één gesprekken willen voeren. In de komende periode zullen wij dus de wijken aandoen voor een persconferentie. En ons gezelschap zal vergezeld zijn van een mobiele unit en zorgpersoneel dat meteen informatie kan verstrekken en indien gewenst vaccinaties kan toedienen. De persconferenties krijgen dus een ander karakter en zijn dus elke donderdag om 5:00. Ik wil het ook graag hebben over de noodzaak van vaccinatie. Dagelijks overlijden minimaal 2 personen aan het COVID-19-virus en dat is voor een kleine gemeenschap als Suriname erg veel. Nog minimaal 200.000 burgers dienen gevaccineerd te worden om het COVID-19-virus te beheersen. De nationale protocollen die gelden dus nog steeds. Mohana, voldoende ventilatie en uiteraard thuisblijven als men positief is getest. Het komt nog te veel voor, zeker bij de Omicron-variant met milde symptomen, dat burgers over straat gaan en anderen willens en wetens besmetten. Een ander belangrijk punt zijn de sneltesten die men thuis zelf doet. Hou er rekening mee dat indien u in contact bent geweest met iemand die besmet is met het COVID-19-virus en u dus symptomen heeft, dat u dus ook een swabpost bezoekt. Niet iedereen gebruikt namelijk ook de sneltesten op de juiste manier, waardoor de uitslag niet vasthoudend is. Voor advies kan er altijd contact op worden genomen met je huisarts of met de BOG-hulplijn 178. Een ander aandachtspunt is fake news. Het ministerie van Volksgezondheid is uw bron voor juiste, actuele en relevante informatie. Verder kunt u de website laatjevaccineren.sr, bogsuriname.com of de Facebookpagina van het ministerie van Volksgezondheid raadplegen. De komende periode zal ook het strategisch plan van het vaccinatieprogramma breed worden besproken met alle actoren in het veld. De onderlinge afstemming en samenwerking op verschillende niveaus is cruciaal voor het succesvol implementeren van dit plan. De afgelopen periode zijn wij hier ook heel druk mee bezig geweest, vandaar dat ook onze laatste persconferentie in december is geweest. We hebben geëvalueerd, we zijn steeds in gesprek met alle actoren in het veld om ervoor te zorgen dat de visie die er is over het COVID-19-beleid en het vaccinatieprogramma, dat we het zodanig implementeren dat wij elke dag levens kunnen redden. Kijkers, we zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.